Ding, ding. Het is zondagochtend. In mijn boshuisje ontvang ik een bijzondere gast om stil te staan bij wat ons beweegt en inspireert op de wonderlijke wegen van dit leven. Op deze eerste paasdag is mijn gast verhalenverteller en zangeres van Jiddische liederen, Shura Lipovsky. Shura, hi. Hallo. Hi. Welkom in de verwondering. Dankjewel. Wat vind je van mijn titel, verwondering? Ja, mooi. Ik vind het een hele mooie titel en hij is me ook vertrouwd als gegeven. Vertel eens. Nou ja, ik vind het leven eigenlijk altijd heel wonderbaarlijk. Er zijn zoveel grappige dingen de hele tijd die toevallig op je afkomen vallen en zo vaak ook heel geestig zijn. En terwijl ja, het leven ook niet altijd zo leuk is. Maar als je gaat kijken, zijn er zoveel grappige dingen waar ik altijd over verbaasd ben. En ook heel veel mooie dingen. Ook heel veel mooie dingen tussen mensen de hele tijd. Ga je met me mee? Ja. Leuk. Kopje thee? Graag. Het is Pasen, Shura. En Pesach. En Pesach, precies. Vandaar dat er ongezuurde broden liggen in ons paasmandje. Ja. De zogenaamde matzen. Waar staat het ook alweer voor, de matze? De matze staat voor het ongerezen brood. En er wordt gezegd dat bij die uittocht uit Egypte, toen de farao eindelijk zei, nou, ga nou maar, Mozes, neem dat volk nou maar mee. Toen was er geen tijd om het brood te laten rijzen. En daarom is er ongerezen brood. Normaal mag dat nooit in een mandje liggen met ander gerezen brood. Mensen moeten namelijk hun huis ook helemaal schoonmaken. Alle laatste restjes moeten weg. Zelfs met een kaarsje en een veer moet je dat nog bij elkaar en dan verbranden. Zodat het huis helemaal niet meer met gerezen, met gameets vol is. Maar het interessante is, want ik ga altijd ook kijken naar de andere betekenissen naast de eerste letterlijke betekenis. En Pesach heeft ook weer te maken met een bepaalde manier van reiniging en ook reiniging van de ziel. Mm-hmm. Daar wordt niet zo vaak over gepraat, want het gaat over de uittocht uit Egypte. Maar, en Egypte is ten eerste niet het land Egypte. Nee. Maar Mitzrayim, mm-hmm, betekent eigenlijk een plaats van versmalling, van vernauwing. Dat is Egypte in het Hebreeuws, maar betekent dus werkelijk een narrow place. Een plaats waarin ik mij bevind, dat kan allerlei dingen zijn. Dat kan een verslaving zijn. Het kan werk zijn waar je in vast zit. Een relatie waar je in vast zit. En als uiteindelijk Mozes komt om dat volk wat slaaf is in Egypte te willen bevrijden, dan zit farao zit dwars. Die wil het niet. Nou, farao betekent eigenlijk de vergetelheid, het vergeten. Mm-hmm. Dus je zou ook kunnen zeggen dat die uittocht uit Egypte een uittocht kan zijn uit het vergeten wie je werkelijk bent. Ja. Het op de automatische piloot dingen maar gewoon doen als een slaaf van de dagelijksheid. Bewusteloos. Ja. Boeiend en mooi dat er zoveel symboliek in het in het Joodse zit. Hè? Wat wij vaak helemaal niet meer weten. Maar ja. Jij hebt een Joodse vader. Ja. Maar jouw moeder was niet Joods. Nee, mijn moeder was niet Joods in dit leven, zal ik er toch maar even bij zeggen. Mijn moeder was heel erg Joods, zoals ze over alles dacht. En ik heb dit boek meegenomen, want dit is een heel belangrijk boek voor haar geweest. Namelijk, toen ze net op de academie zat, was ze 19 jaar oud. Wat voor academie? De Koninklijke Academie in Den Haag. Ze was schilderes, mijn moeder. Ah. Toen reisde ze altijd iedere dag met de tram op en neer in Den Haag. En iedere dag zag ze een man met een lange witte baard die las dit boek. En daar had ze gesprekken mee, iedere ochtend. En op een dag zei die man, ik begrijp dat dit voor u zo belangrijk is. Ik zal niet meer in deze tram zijn.
u zult mij nooit meer zien, maar ik geef u dit boek. Och. En wat was dit? Het waren de Chassidische vertellingen van Martin Buber. Mm-hmm. De originele eerste uitgave. En die Chassidische vertellingen hebben mijn moeders leven. Zij wist, dit is wie ik ben. En dit is ook mijn opvoeding. Dus allemaal dingen zoals bijvoorbeeld... Ja, dingen doe je nooit zomaar. Je moet het met aandacht doen, met kavana. Vandaag de dag heet dat mindfulness. Maar ja, dat is allemaal wat in het boek staat. Bijzonder. En dat je dat alles met liefde... Je moet alles met liefde, zelfs kopje thee inschenken, op je tafel dekken. Want alles, alle materie is ook energie. Er zit vonken in die je bevrijdt door er met liefde mee om te gaan. Ik heb eigenlijk een Joodse opvoeding vooral van mijn moeder gehad. En mijn vader, die was geassimileerd Joods. Maar hij was heel sociaal betrokken Joods, enorm. Hij heeft ook in het verzet gezeten, in het Joods verzet in Frankrijk. Mm-hmm. Kinderen gered. Zijn hele leven draaide om de mens en hoe je de mens kunt verheffen. En mijn moeder was ook nog heel spiritueel. Mooi. En weet jij nog wat voor meisje jij was? Heel emotioneel. Ik was vaak bang voor... ik weet nog dat de sirene is de eerste keer toen die loeide. Rende ik naar huis en ik riep mama, mama, de oorlog komt weer. En dat waren de maandagochtend sirenes? Ja, terwijl zij niet veel over de oorlog had verteld. Maar ik had altijd beelden van de oorlog, Tweede Wereldoorlog. En ik was panisch dat er iets met mijn ouders zou gebeuren. Dus ik was, nou ja, ik was een heel vroeg oud kindje. Ik was ook altijd betrokken op dat het wel goed ging met iedereen. Ik kon eigenlijk niet zo goed gewoon genieten. En daarnaast had ik altijd een slappe lach om alles. Dus moesten we altijd heel veel lachen ook. Maar het was geen leven van een onbezorgd, onbeschreven blad kindje. Ben je nu onbezorgd? Ja, meer. En nou ja, nee, natuurlijk niet. Ik ben dagelijks buitengewoon bezorgd over hoe het nu gaat met de wereld. Maar op het moment dat ik bijvoorbeeld in het bos loop, ben ik even onbezorgd. Omdat ik dan meteen... Daarom heb ik het zo nodig om in het bos te lopen. En bomen te zien. En bloemen te zien. En dan ben ik meteen weer even, weet ik, ja, maar die bomen die staan er gewoon. En die groeien. En die hebben alleen maar een beetje hemel nodig en een beetje regen. En dan is het goed. Dus dan kom ik meteen terug tot iets basalers. En dat had ik als kind echt minder dan nu, grappig genoeg. En weet je hoe dat komt? Waar heb je het verworven? Doordat ik zo ontzettend veel alle hoeken van de kamer heb gezien, denk ik, in mezelf. En heel veel heb meegemaakt. En ik denk dat ik daarom ook niet meer bang ben. Ja? Ja, ik ben... Ja, ik vind het gegeven van opstanding eigenlijk ook iets heel erg indrukwekkends. Omdat ik ook denk dat mensen tijdens hun leven ook dood kunnen gaan en weer opstaan. Mm-hmm. En ik weet niet of het zo is, maar de Chassidische vertellingen geloven er ook aan. Dus de tijd van de Baal Shem Tov uit de 18e eeuw is een mystieke Joodse richting die eigenlijk ook gelooft aan dat je niet maar één keer leeft. Net als het boeddhisme, net als de antroposofie, net als hindoeïsme, zoveel richtingen. Voor mij is dat ook troostrijk, omdat het betekent dat als dat zo zou zijn, dan hebben we dus allemaal weten we wat het is om dood te gaan en op te staan, al ben je daar meestal niet bewust van. Dat vind ik ook maar beter ook. Mm-hmm. Je moet niet alles weten. Maar dan gaat het er dus om hoe je leeft, met welke intentie. En als die daar wordt ook steeds over gesproken, als je de intentie, ook in het chassidisme, als je intentie maar zuiver is en je gaat. Misschien doe je dingen fout of misschien ga je zelf dood. Stel dat het zo is dat je terugkomt, als die intentie klopt, dan ga je weer opnieuw beginnen. Waar je het hebt losgelaten, begin je meteen weer, ga je weer door. Ja, maar jij zegt in dit leven al dat je niet meer bang bent omdat je alle hoeken van de kamer hebt gezien. Ja. Wat heel fascinerend is, omdat in die oude Joodse verhalen en de christelijke verhalen zit ook steeds doorgaan door de Schelfzee, doorgaan door de woestijn. Dus er moet blijkbaar gestorven worden in dit leven, wil er kunnen worden opgestaan. Maar dat heb jij dus aan den lijve ervaren ook. Ja, dat heb ik aan den lijve ervaren.
En hoe kan dat dan? Dat als je dus rottigheid meemaakt, dat je daardoor juist angst verliest? Ik denk dat het twee kanten opwerkt. Aan de ene kant word je bescheidener. Ja. Ken je je grenzen beter. En aan de andere kant heb ik ook wel heel erg de wetten van het leven leren kennen. Ja, het klinkt een beetje groots, maar... Mag best doorpassen. Ja. De wetten van het leven zijn best... eigenlijk categorisch waar. En dat is, althans als ik voor mijzelf spreek... dat is eigenlijk mijn oergegeven. Vecht niet tegen het kwaad, vecht niet tegen ziekte, vecht niet tegen het negatieve... maar versterk de gezondheid, versterk het positieve, versterk... Nou, dat is één ding. Twee, in mijn geval, en ik denk dat dat voor veel mensen geldt... Als je heel veel compassie hebt, dus je bent heel gevoelig. Ja. En je leeft met iedereen mee en alles wat er gebeurt. En je weet niet hoe je... Je hebt niet geleerd dat je ook voor jezelf moet zorgen. Ja. Grenzen trekken, echt grenzen. Dan kan die compassie dus gewoon ziek worden. Je kunt gewoon uit elkaar vallen, omdat je het allemaal niet redt. Dat ken jij? Zeer. Burn-out? Ja, enorm. En ik heb dus moeten leren dat... Ik denk dat ik in mijn leven verward heb dat egoïsme en altruïsme, die twee termen, dat is eigenlijk iets heel slechts geweest in mijn leven. Ik heb moeten leren dat wat Hillel zegt, als je niet voor mezelf ben eerst, wie is het dan? Je moet eerst voor jezelf zorgen en dan krijg je, als ik alleen voor mezelf zou zijn, ja, wat heeft het dan voor zin? Weet je wat de Dalai Lama daarover zegt? Altruïsme is een hele intelligente vorm van zelfliefde. Ja. Dus het is... Dat is zo, maar dat is wel als je... Soms moet je... Ik denk altijd dat de mensen een beetje techniek moet krijgen hoe je moet leven. En, ja. En voor mij was het, toen ik mijzelf uit de burn-out met mijn haren eruit omhoog heb gehesen... Dat heb ik echt... Ik heb alle hulpverlening vaarwel gezegd en dacht, nou nee, echt niet. Ik moet het zelf doen. En daarbij heb ik dus iets bestudeerd wat in de Kabbalah beschreven is... Dat is Joodse mystiek, hè? Joodse mystiek. Ja. Een enorme verzameling aan werken. Ja. Het is niet één boek. Verschillende werken ook. Ja. Sefer Yetzirah, Sefer Bahir, de Zohar en de Kabbalah van Yitzhak Luria. Die laatste heb ik het meeste mee. Dat zegt, als je dus compassie hebt... Dat is aan de rechterkant van de levensboom. En als die geen partner heeft en die partner is... Grens, gevora. Grens, discipline, oordeel. Als compassie daar alleen maar staat, dan gaat iets uit elkaar vallen. Want hij kan helemaal niet meer de grens voelen tussen het eigen en het andere. En gaat daar onderdoor. Dat is dat gevaar. Als deze kant, het oordeel en de grens, alleen zou staan, wat gebeurt er dan? Dan vriest hij dood in zichzelf met het oordeel en met die discipline. Dat zie je ook vaak bij mensen. Ja. Sommige mensen wonen hier, andere mensen wonen daar. Ja. Nou, die twee die moeten eigenlijk een huwelijk met elkaar aangaan. En als die elkaar gaan liefhebben, komt er een kind uit. Dat is harmonie en schoonheid. Mooi. En eigenlijk is het zo dat als je nou te veel daar woont... daar woonde ik dus te veel. En nog, bedoel, het blijft een klus. Ja. Dan moet je dus weten, oh, wacht even, ik moet begrenzen. Ik moet even denken, wacht even, klopt dit wel voor mij? Ik moet een beetje... Ja, egoïstischer. Even zijn, bijvoorbeeld zeggen nee, dat is me nu te veel. Of zeggen nee, dat deugt niet. Ja. En dan kom ik in die schoonheid. En vroeger dacht ik, hé, dat is egoïstisch. Doe nou dat voor die ander. En dan, uiteindelijk ben ik dus in elkaar getetterd. Ja. Maar kijk, jij zet je in heel hartstochtelijk voor vrede. Hè? Je komt op allerlei plekken in de wereld waar anderen misschien niet durven komen. Omdat ze denken, dat kan ik niet aan. Ja. Hoe kan je dan, als je zo open en gevoelig bent als jij... Waar laat je dan de ellende? Snap je wat ik bedoel? Ja, zeer. Ja, hele goede vraag. Ik krijg pijn hier als je het vraagt. Dus kennelijk weet ik soms ook niet waar ik het laat. Maar dat heb ik ook als ik thuis ben en ik lees de krant en ik zie de televisie. Eén ding is dat ik nu tegenwoordig liederen schrijf. Mm-hmm. En als ik geen kunstenaar zou zijn, denk ik, zou ik gewoon
in het gekkenhuis eindigen. Ik vind het allemaal niet te doen, het leven. Mm-hmm. Maar doordat ik kunstenaar ben en heb leren begrenzen, kan ik het in een vorm gieten die mij ook oplucht dat ik denk, oh ja, maar dit is wat ik bedoel. En dan hopelijk dat andere mensen daar weer een beetje mee door kunnen. En dan ook op een gegeven moment moet ik de camera echt even dicht doen. Ik moet zeggen, jongens, het is te veel. Ik ga één mens nog, wil ik iets met iemand, ja, bij wijze van spreken, voor iemand zingen of hand op iemand omhelzen. En dan moet ik even gewoon in het bos met mezelf, anders kan ik het niet meer. Vroeger zou ik dan denken dat het egoïstisch was. Mm-hmm. Maar vandaag de dag denk ik, nee, want als ik eraan ga, dat hebben we al meegemaakt, wordt niemand beter bij. Ja, ik ben wel blij dat je het zegt, dat omdat je kunstenaar bent, hè, dat je kan scheppen, dus dat maakt je niet machteloos ook. Ja. Het is niet zo dat je denkt, we kunnen er niks aan doen aan alle ellende en alle vervolgingen, maar je kan het uiten door een lied. Ja, nou weet ik nog steeds niet of ik daarmee iets doe. Het is meer dat het mijzelf in het leven geneest, ja, voor een moment. En daarnaast denk ik ook, ik moet een filosofie aanhangen die doorgaat in het besef dat we als mensheid wel vooruit gaan. Je hebt een lied, hè? Een heel mooi lied. Over een engel. Ja. Ieder mens die vermoord wordt, aan welke kant van het spectrum ook, is voor mij een gruwel. Dus waar er ook gebombardeerd wordt en ook wat voor reden dan ook, dan vind ik verschrikkelijk. Afijn. Dus toen heb ik een lied geschreven als beeld van mijn onmacht. Mm-hmm. Omdat een engel is natuurlijk, een engel is een helper. Dat is zijn functie. Een beeld is dat de engel zich schaamt dat hij te laat komt als mensen in het niets verdwijnen of vermoord worden. En dan heeft die engel zelf een engel nodig die hem helpt herinneren aan zijn naam. En de naam van Raphaël bijvoorbeeld is Refua, de genezer. Dus de naam van een engel is meteen de opdracht die hij heeft. En hoe klinkt die beschaamde engel? Ik zal het proberen. Normaal begeleidt mijn ensemble Novaya Shira mij, mijn prachtige ensemble, dat het nieuwe lied betekent. En dan zit er een soort klank bij, dat zoals Emily Dickinson het ook een beeld heeft van engelen die marcheren. En dan te laat zijn. Sentir mala chaseris nish do. Ventaire Menschen verschwinden in Gro. Epes do Wind in sein edeler Brust und es chlippet a Trer und es weitigt do Pust. Badarf allein as a Malach soll kommen und brennen im Trest und ermahnen sein Nomen a Ticken im Geben, weil keiner versteht, wie ein Malach muss leiden, wenn kommt und zu spät. Badarf allein, als ein Malach soll kommen und brennen im Trest zu der Mannen sein Nomen hat Ticken im Geben, weil keiner versteht, wie ein Malach muss leiden, wenn kommt und zu spät. Badarf allein, als ein Malach soll kommen und bringen im Trest und den Mannen sein Nomen hat Ticken im Geben, weil keiner versteht, wie ein Malach muss leiden, wenn kommt und zu spät. Schämt sich der Malach, als ist nicht da. Wenn teure Menschen verschwinden in Gro.
Eppelst of wind in zijn edeler brust. En es glippet a trer. En es wetigt da pust. Zo. Dank je. Het is Jiddisch. Ja. Jiddisch, dat is middelhoogduits. Dat is ontstaan eigenlijk in de middeleeuwen. Is dit een taal geworden. En met de kruistochten zijn mensen gevlucht uit Duitsland naar Oost-Europa. En daar is het vermengd met Slavische elementen, Hebreeuws, wat dagelijkse taal van het gebed is. Je schrijft het ook met Hebreeuwse letters. En dat is de taal. En die Engels, zing jij, die schaamt zich dat hij te laat is om kostbare mensen te redden. Maar hij heeft een engel nodig die hem zal troosten. Ja. Troost is ook zo'n begrip. Wat troost ons? Wat troost jou? Nou, heel veel. Oh. Ja. Nee, anders zouden we het toch niet volhouden. Bijvoorbeeld, na al die aanslagen van de laatste tijd... Heb ik meegelopen in een soort manifestatie van Shalom Salam. Waar we met islamitische mensen, joodse mensen, christelijke mensen, atheïsten, iedereen met elkaar, vanaf de dokwerker naar de Mozana Aaronkerk, naar de synagoge, naar de moskee op de Weesperzijde, bloemen hebben gebracht. En dat zijn toch de dingen waar je nou naartoe wil. Dus je ziet ook opstanding, je ziet ook licht. Nou, zelfs meer dan ooit, omdat natuurlijk de mensen met een beetje bewustzijn nu weten van nu of nooit. Ophouden met alleen maar je in je eigen hok blijven zitten, oordelen en woedend zijn. Naar elkaar toe gaan en praten. En meestal zit er achter die muur van woede alleen maar enorm veel pijn. Ja, ja. Ja, dat is ook wel troost. Als je het zo kan zien, dat woede vaak ook gestolde pijn is. Zo is het. Ik moet heel vaak nadenken ook over het feit dat Jezus gekruisigd is. Mm-hmm. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het een vreselijk onderwerp. En ik zal je een voorbeeld geven van... Ik heb veel lessen gegeven in allerlei kloosters overal. Over chassidut, dus Kabbalah en over... compassie enzovoorts, waar ik net over had. En op een gegeven moment heb ik les gegeven in een... jarenlang geef ik al les in een klooster in Würzburg, of in de buurt van Würzburg, bij Willigis Jäger. Dat is een heel belangrijke, beroemde priester. Dat is een priester, ja. Ja. Die ook veel met zen heeft. Ja, ja, precies. En aanvankelijk zat hij in een groot klooster in Würzburg. En ik kwam de eerste keer daar binnen. En ik geef les in een groot zaal. In een enorm kruis hangt Jezus daar aan. Nou, ik heb de hele weekend les gegeven. En uiteindelijk was iedereen weg. Ben ik op een stoel geklommen. Heb ik dat kruis van de muur gehaald. Heb ik het ergens neergelegd en een dekentje overheen gelegd. Ja, dat zou ik ook gedaan hebben. En ja, ik kon het gewoon niet verdragen. Nou, afijn, dat was natuurlijk pretty... wat zou je zeggen? Eigenlijk, dat kon natuurlijk niet. Maar goed. Jaren later... was dat klooster ondertussen verhuisd naar Holzkirchen. Heet nu Benedictushof. En ik had weer lessen gegeven. En op een gegeven moment na de les dacht ik, ga toch maar eens aan hem vertellen. Het is natuurlijk kon natuurlijk helemaal niet wat ik had gedaan. Dus ik zei, Willigis, ik moet je wat vertellen. Ik heb dat kruis eraf gehaald en een dekentje over hem heen gelegd. Ik kan het niet aanzien dat een mens daar hangt. Een jaar later... kom ik weer lesgeven. Ik kom aan voor ik het klooster binnenkom. Zegt Willigis, Shura, kom je even mee naar de tuin? Dus ik mee naar die zentuin ondertussen. Zegt hij, kijk eens. En daar zat Jezus. Hij is van het kruis af, zei hij. En hij is weer leraar. Ah. Wauw. Mooi. Dit is de opstandingsdag. Wat raad je ons aan vandaag met Pasen?
Wat ik je aanraad voor Pasen en Pesach. Hoe je ook meeleidt en trilt met wat er in de wereld gebeurt. Ga op tijd even met jezelf naar binnen. En kijk weer wie daar woont. Anders ga je eraan. Wilt u reageren op deze uitzending? Kijk dan op onze Facebookpagina.